Nou, mooi voorhoofd. Waar wilde ik er nou niet uit? Het is dinsdagochtend. Leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Ik zit nog even goed wakker te worden met een theetje op de bank. Sarah die is al aan het buiten spelen. Echt, we waren nog niet lang wakker en er stonden al allemaal buurkindjes aan de deur. Dus die had ontbijt op, die heeft zich snel aangekleed en die is lekker al buiten. Het is ook echt lekker weer, zonnetje. Maar ik ben alleen nog niet zo wakker. Veel te vroeg. Zeker voor de vakantie, maar goed. Ik ga zo ook even douchen aankleden. Ik hoop dat het weer doorzet. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken. Even spieken. Want dan kunnen we misschien wel vandaag even iets buiten de deur doen. Dat zou ook wel lekker zijn. Het is nu wel zondag in de ochtend, maar het gaat dadelijk toch weer waaien en regenen. Ik baal echt zo van... Oh, kijk nou. Donderdag zelfs kans op sneeuw. 90% kans op regen en sneeuw. Wow. Ik vind het echt geen leuk weer deze vakantie. Maar goed, ik ga even kijken dan wat we eventueel kunnen doen. En hoe het weer zo is. Voor nu is zij lekker aan het spelen. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. En ik doe ook altijd wel wat dingetjes in huis. Ik heb die foto's natuurlijk gisteren besteld. Dus dat is gewoon even een paar dagen dat ik daar niks aan kan doen. En ik heb foto's besteld... Tot en met november 2017. Zeg ik dat goed? Ja. Dus als die binnen zijn, kan ik daar een heel stuk. Ik moet wel zeggen, in het jaar wat ik nu heb besteld, zijn gewoon heel veel dingen gebeurd. Dat waren heel veel foto's. Dus de keer daarna dat ik bestel, is denk ik wel een stuk minder foto's. Want dan heb ik 2 jaar en ik denk dat ik die wel in 1 keer kan bestellen dan. Dat het gewoon, daar hebben we minder dingen in gedaan, zeg maar. Maar hier zat de bruiloft bij en alle voorbereidingen en de huwelijksreis. En dan heb je natuurlijk alles bij elkaar echt heel veel foto's. Dus als het goed is, de ene laatste keer. En 2020 ga ik gewoon pas in 2021 doen. Dan doe ik het gewoon in 1 keer een jaar. Oh, Sarah weer aan de deur. Ik ben aangekleed. Ik heb deze top aan van Warehouse en Mile High Skinny Jeans van Levi's. Ik heb even snel die kies. Dus zo. Af en toe kom ik zo goed uit mijn woorden. Ik heb mijn Guess sneakers aan, omdat ik ook even de tuin in wil kunnen lopen en zo. Dit zijn gewoon de makkelijkste schoenen die ik heb. Denise was hier net even en die heeft heel leuk zitten kleuren met Sarah en zo. En toen had ik zoiets, ik wilde het bed uit de woonkamer. Niet dat hij boven nu verschrikkelijk in de weg staat, maar hij staat meer ook in de weg. Dus die hebben we met heel veel pijn en moeite naar boven getild. Die ene doos was groot en onhandig. Maar die andere doos, dat was niet te doen bijna zo zwaar. En echt een moeilijke vorm. Maar goed, ze zijn boven. En ik zie wel hoe ik het daar ook los. Voor nu is dat in ieder geval uit mijn kamer. Ik ben zo blij. Sarah ligt lekker op bedje. Ik heb weer thee gezet. Nou, surprise, surprise. En ik zag dat het nieuwe seizoen van, trouwens niet eens nieuwe, maar een nieuw seizoen van How to Get Away with Murder op Netflix staat. En dat vind ik een hele goede serie. Dus ik ga even een stukje kijken en ben heel benieuwd naar hoe dit seizoen gaat zijn. Want ik vind het wel echt een toffe serie. Ik kijk echt veel serie, maar af en toe heb ik weinig keus. Ik denk dat ik nog wel even wat andere dingen ook wil doen vanavond. Maar goed, eerst even gewoon een lekker relax momentje. Oh, hij is echt weer zo goed. En ik heb ondertussen een video geëdit en die staat te runderen. Alleen mijn scherm slaat ook weer zwart. Dus ik moet kijken of het lukt. En ik heb weer mijn olie te pakken. Maar die staat hoog op de kast. Nou, mooi voorhoofd. Waar wilde ik er nou niet uit? Olie. Het lukt niet. Nou, ik pak altijd mijn olie, maar vandaag lukt het niet. Ik ga namelijk... Oh, ik ben echt stom. Sta ik al die moeite te doen.
En ik wil zonnebloemolie, want ik vind olijfolie met popcorn niet lekker. Ik doe het dus even zonder camera. Oké, gelukt. Nu de goede olie. Ik ga weer lekker popcorn maken. En het is altijd zo stom, want ik heb altijd van die buien. Dan ben ik eerst helemaal stopbrood. En daarna ben ik weer, heb ik elke dag trek op popcorn. En dat wisselt bij mij altijd. En waarom weet ik niet? Ik doe dat echt als kind al, geloof ik. Dat ik echt altijd zoiets heb van, ja, dat is het nu gewoon helemaal. En dan wil ik echt constant dat. Het is heel stom misschien, maar ook. Ik heb er gewoon heel veel trek in. En ik heb ook heel veel popcorn op voorraad altijd. Even kijken. Dit is net een beetje warm. Dan het volgende popcorn. En op mijn popcorn lijkt het heel veel. Maar ja, qua gewicht stelt het natuurlijk niks voor. Dus deze mag even nu gaan poppen. Oh, dit is zo lekker. Het is zo raar, het is rond de 10 graden buiten en het sneeuwt gewoon buiten. Echt, ik moest het even iets weggooien en er ligt gewoon sneeuw. Ik denk dat het morgenochtend al weg is, omdat het natte sneeuw is, maar het blijft voor nu gewoon liggen. Echt heel vaag is het. Het is laat, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!